De samenwerking tussen de Footlocker, dus tussen Hannes, Wim en onszelf, Hanno Vending, is ontstaan door de interesse eerst van Hannes, dus de restaurant De Waterkant. Een jaar voor corona zijn we gestart met TKW al in het restaurant. En dan is corona gestart. Hebben we gezocht naar alternatieven, omdat onze inkomsten enorm gedaald zijn, door de sluiting uiteraard. Hij heeft ons geïnviteerd om een open gesprek te hebben omtrent de mogelijkheden van. En hij was daar laaiend enthousiast in en hij had blijkbaar al verteld aan de patissier Wim, over dit verhaal. Hij wou beginnen met automaten, met gerechten. Hij wou er ook brood en patisserie bij hem. En zo zijn wij erbij geraakt. Ja, wij staan eigenlijk op de markt met twee marktwagens. Dus een winkel hier in de streek hebben wij niet. Wel regelmatig vraag achter ons product hier in de streek. En via Footlocker kunnen mensen eigenlijk 7 op 7 aan ons producten geraken. De reden waarom wij voor Hanno Vending gekozen hebben, is omdat wij eerst enkele andere spelers getest hadden. En die hadden ons niet overtuigd. Hanno heeft ons wel overtuigd, omdat zij in combinatie met de lockers en met de automaten en met het bestel online systeem een prachtig mooi verhaal samen hadden. Hier werken we met in principe twee types. Dat is de lockbloks. Dat is een afgaal lockbloks of een impulsieve aankoopmogelijkheid. En de traditionele liftautomaat. De grootste voordelen vind ik eigenlijk dat je 24 op 24, 7 op 7 open bent. En ja, je kunt eigenlijk alles verkopen wat je eigenlijk ook in een gewone bakkerij of zo bij een traiteur koopt. Het kan ook verbonden worden met bestel online. Dus de klant kan een bestelling plaatsen, kan de bestelling komen afhalen. En hij kan ook tegelijkertijd impulsieve aankopen doen. Het systeem is gekoppeld aan een 22-inch scherm. Dat scherm is geconnecteerd zowel voor de liftautomaat, wat er in de liftautomaat zit, en de producten die in de lockblok zitten. Dus via het scherm zit er een winkelmandje. U kan dat winkelmandje aanvullen, kopen op product of kopen op nummer. Qua organisatie, 2 à 3 keer per week koken wij. En 's morgens en 's avonds komen wij aanvullen in de automaten, zowel hier in Heestert als in Moen. De data moeten we uiteraard heel vaak controleren, zodat er niks fout in de automaten blijft zitten. U kan ook in het scherm zelf een instelling doen, dat u bijvoorbeeld een promo doet of een korting. Dat de klant rechtstreeks op het scherm ziet van een korting van zoveel euro of zoveel procent. Dat heeft als grootste voordeel dat je eventueel een product dat je ergens een bepaalde houdbaarheidsdatum op hebt, dat je toch je verlies beperkt. De plannen voor de toekomst, mijn vrouw en ik denken er sowieso over na om een derde locatie nog te openen. We moeten onze partners Wim en Lieselot nog overtuigen, maar wij zien zeker muziek in en wij hopen met die derde locatie dan eventueel enkele dagen met het restaurant in de week te kunnen sluiten, om ons daar fulltime in de week op de automaten te smijten.